Dagelijks gebeuren overal in Nederland verkeersongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. Eerst zien we een kort verslag van ongelukken die in de regio regelmatig plaatsvinden. Daarna volgt de dramatisering van het ongeluk dat centraal staat in deze aflevering van 12 steden, 13 ongelukken. De ongelukken zijn waar gebeurd en zorgvuldig gereconstrueerd. En de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Vandaag zitten we op de ambulancedienst van Assen. We zijn te gast bij Jan en William. Jan, waar gaan we nu naartoe? Wij rijden nu naar een ongeval op het Koopmansplein. Er is door de gemeentepolitie assistentie verlangd door een ambulance. En vermoedelijk is daar een oudere vrouw aangereden door een fietser. Een knie. Daar is het gebeurd, ja. Ja hoor. Ik heb een wagen door de fiets. Ze heeft erg veel pijn. Knie en de heup. Alleen aan deze kant. We gaan even kijken als het zit, dan moet ik zeggen. Ja? Hou even haar hoofd vast hoor. Heb je iets voor haar hoofd? Wat is er gebeurd precies? Kunnen we dat vertellen? Ik kom van die kant fietsen en die dame die steekt al feest. Ja, de straat over en ik denk ze stopt wel. Als ze zit me aankomen, dus ja, zie het resultaat. Van het werk van uw man. Zeg, je bent aan het filmen, waarom doe je dat? Nou, ik maak een instructiefilmpje voor de collega's op het politiebureau. Ook in het verkeer is het belangrijk dat we rekening met elkaar houden. Oudere mensen in het verkeer reageren gewoon wat minder snel dan jongeren. Ze hebben vaak wat meer tijd nodig om de verkeerssituatie in zich op te nemen. Geef ze de tijd. Er was nog geen eens oranje, er staat er zo ineens stil. Ja, nou, dat knap ik ervan. Ja. U hebt dus niet voldoende afstand gehouden, zodat u... Ja, natuurlijk. Ik had afstand gezet. Hij kon nog een tientje over. Zo, er zijn gewonden. Die mevrouw is ook goed. Ik kan er niet over oordelen. Als u zegt dat het groen was, dat het groen. Maar die meneer zegt waarschijnlijk dat het oranje was. En als het oranje is en hij stopt, dan moet er gewoon tijd op de stilstand komen. Ja, nou, misschien was het net oranje, maar... Hij had er al makkelijk over kent. Ja, makkelijk. Ja, maar hij is voorzichtig en hij neemt de beslissing om te stoppen. Ja, dat krijg je op die leeftijd. Die mensen die kunnen dat niet meer niet. Dat is toch... Ja, ik denk dat een beetje verbaasd is. U bent gewoon een beetje boos en dat kan ik me wel voorstellen. Maar u had gewoon tijdig moeten stoppen, denk ik. Die man die had nog makkelijk over die kruising heen gekend. Al wel 10 keer. Blijf er maar zo staan. Dat... Zullen wij even in de auto zitten, gegevens even uitwisselen en dan maken wij procesverbaal op. En dan kan justitie uitmaken wie er in dit geval fout geweest is. Ja. Zullen we dat maar doen? Ja, gelijk. Oké. Neem de rijbewijs maar even mee. Ja, dank u wel. Loopt u maar even met mij mee. Oké. Hier in Assen wordt veel gefietst. En laten we eerlijk zijn, fietsen wordt ook steeds leuker. Niet alleen omdat de fietsen mooier worden. Het is goed voor jezelf en het is goed voor het milieu. Maar fietsen kan ook riskant zijn. Want het is zo, op zo'n apparaat ben je wel een stuk kwetsbaarder in het verkeer. Hier op dit fietspad vond een ongeluk plaats dat ernstige gevolgen had voor 3 personen. Wij reconstrueren dat ongeval. Kom maar. Kom maar. Af. Ah, brave hond.
Hoi. Hey, ben jij op de Woude geweest, nummer 73? Nee meneer, dat moet ik nog doen. Ah, mooi. Dan kun je mij die van 73 geven. Dat scheelt je weer. Nou, als je het niet erg vindt, liever niet. Ik moet hem gewoon in de bus doen op 73. Jawel, maar dat is mijn bus, 73. Dus... Ja, dat zegt u. Maar ik krijg om mijn lazer als ik er geen krant in doe. Ja. Hey, heb je geen krant over? Losse nummers kosten een gulden. Nou, krijg jij van mij een gulden. Shit. Maatje, alleen de baas heeft een piek. Je hebt zeker zijn zakgeld nog niet gehad. Als niet. Oké. Hé, die piek die hou je te goed, hè? Ja. Ja? Hoi. Hoi. Stuk van me. Hoi. Goedemorgen. Morgen. Is er nog iets bijzonders vandaag? Ik weet niet, even kijken. Nee, niet de krant, Oen. Heb jij nog iets bijzonders? Ik? Nee, ik... Neem nog maar een hapje. Papa moet zo weg. Of was je het vergeten? Vergeten? Oh, nee. Nee, ik zou Barbara toch wegbrengen. Jij kan ook absoluut niet liegen, hè? Als ik niks gezegd had, was je het wel vergeten. Onzin. Ik wist het heel goed. Ik ga jou wegbrengen, hè? Op de fiets, hè? Nee! Wel op de fiets. Hé, hey, kleine meid, op je kinderfiets. Heb jij die al, kinderfiets? Nee. Nee, want die krijg jij met... Sinterklaas. Ja, Klaas. Jan, zou jij Bar eventueel ook op kunnen halen? Red je niet om 5:30? Maar misschien niet. Ik weet nooit hoe het gaat met zo'n man. Het kan de hele middag duren, maar voor hetzelfde geld sta ik om 4:00 weer op de stoep. Dus ik weet het niet. Spannend. Ja. En misschien landelijke plaatsing. Kijk aan. Als het goed gaat. Is goed, dan haal ik er wel op. Oké. Okay. Als ik hem niet de hele dag op de Grote Markt hoef te staan. Hè? Op de Grote Markt? Gisteren de hele dag gestaan voor autokrakers. Ik ben naar en waren we tussen de middag even eten. Ik heb 3 auto's leeg, ja. Hebben we in Assen ook al junks dan? Nou, het hoeft niet altijd junks te zijn. Wie doen het dan nog meer? Ach, inbrekers, vandalen, kinderen, huisvrouwen, freelancers, journalisten misschien. Ik snap niet waar ze nog met die radio's naartoe kunnen. Die markt die moet toch al lang verzadigd zijn? Ja, maar is die ook? Ik bedoel, ze richten voor 100 gulden schades aan en dan halen ze er voor 10 handel uit. Nou, dan staan wij dan de hele dag voor te posten. Mm. Maar vergis je niet, wat mensen soms, mag ik haar jasje op de achterbank laten liggen, joh. Wat een... Ja, sterk. Want een veehandelaar laatst, die had 120.000 gulden op de achterbank. 120.000 gulden los? Krankzinnig. Die zoonman zouden jullie moeten opsluiten. Ja. We moeten naar de crèche. Ja, je moet opschieten hoor, het is al laat. Ja. Wordt hard fietsen. Gaat papa weer racen. Ja. Tour de France. Hè? Zo, oplekken. Oké. Lieve Jelle, ik was een beetje ongedurig, dus ik heb maar een taxi gebeld. Bovendien weet je nooit hoe lang ze je daar houden. Grapje. Het kan dus best zijn dat ik zo weer terug ben. In elk geval maak je me niet ongerust. En als je terugkomt van je baantje, dan drinken we gewoon weer gezellig thee en is er niets meer aan de hand. Het is alleen maar een extra controle. Dokter Pas wil 500% zekerheid. Nou, en die kan die krijgen. Ik ben absoluut niet van plan om die ellende nog een keer door te maken. Daar is de taxi. Tot vanmiddag. Kusjes, mama.
jasje hier, ja. Hé, hey, ik zoek met Lebbes. Als Maatje niet gekomen was, was ik de andere kant op gelopen. Schiet het een beetje op? Nou, ik heb een begin. Oh, laat eens horen. Hey, alsjeblieft, Cor. Laat me nou eerst even afmaken. Daarna mag je het zien. Je komt ook weer net op het moment dat het nou net even lekker ging. Laat eens kijken. Nee. Eerst maak ik het af en dan mag je het zien. Goed? Volgens mij heb jij nog geen letter op papier, vader. Toch. Je had het ook nooit moeten beloven. Onzin, het gaat heel goed. Echt waar. En bovendien, het gebeurt niet elke dag dat je ouders 50 jaar getrouwd zijn. 50. Ja, maar het gebeurt wel morgen. Precies. Dus laat me dan even. Nee, laat me nou. Dan mag je het zien. Ja? Zo komt het toch nooit af. Nou, goed, dan ga ik maar weer, ja, meneer precies. De dichter. En neemt u deze sausijzen broodjes, dan maakt u mij wat lichter. Maatje, af. Wim, kijk nou uit. We kunnen hier veel beter achter elkaar rijden. Wat zeg je? Ja, laat maar. Ja, we hadden ook wat spullen bij Van de Dunker kunnen laten, hè? Begin je nou alweer? Laten we eerst dit maar wegbrengen. Dan kunnen we later nog zien wat we met de rest doen. We hadden best alles in één keer mee kunnen nemen. Onzin, je slingert nou al. Ik slinger niet. Nee, je slingert niet. Gaan we even aan de kant, jongens. Zo. Weet jullie niet hoe hard je hier mag rijden? Oh, 40. 40, 30, dat is bebouwde kom. Oh. Weet je ook niet dat je niet naast elkaar mag rijden? Nee. Niet met z'n drieën en met z'n tweeën ook niet. Achter elkaar. Zijn die brommertjes niet wat opgevoerd, jongens? Nee hoor. Goed, niet meer naast elkaar en hou je snelheid goed, hè? 30 is het. Oké. Okay. Moet ik je nog bellen? 5:30, hè? Ja, dat gaat goed. Ja? Hey, doe je goed aan mijn baas? Mijn baas? Ja, de burgemeester is tenslotte mijn baas. Oh ja! Daar gaan we. Het is de loco, hè? Ja. Oh, nou, dat is mijn loco-baas. Is het mijn loco-baas? Dag maar. Doei. Doeg. Ja. Mevrouw Braas van het Assen Nieuwsblad. Ja, dat klopt. Dag meneer Blauwbroek. Kelly Braas. Blauwbroek. Gaat u zitten. Dank u wel. Wat ben jij chagrijnig? Heb je de pest in of zo? Nee. Mijn moeder is naar het ziekenhuis voor onderzoek. Daar hadden ze mij geen gehoor. Bij het ziekenhuis? Nee, thuis natuurlijk. Bel dan naar het ziekenhuis, dan weet je alles meteen. Ach, ik loop me aan te stellen. Jij loopt je op te vreten. Ga jij nou maar bellen? Zo, dat zit er weer bijna op voor vandaag. Hè? 3 komt hier per week. Dat dacht je maar. Autokraker gesignaleerd op de Brink. Zo, dame. Ah, je noemen wij op heterdaad. Zo heterdaad. Hier, van de voorwerpen. Kijk aan. Service van de zaak. Was je dat verloren, meisje? Dat ken ik niet. Dat is niet van mij. Nee, daarom moet je er ook vanaf blijven. Bureau? Bureau.
Doet u maar, mevrouw. Koffie verkeerd zijn. Nee, ik bedoel je moeder. Heb je nou gebeld? Ze wisten van niks. Hoezo van niks? Wie heb je dan gebeld? Het ziekenhuis. Nou, en? Ze konden er niks over zeggen. Bovendien geven ze geen informatie over telefoon. Zijn ze nou helemaal achterlijk? Dan ga je er gewoon meteen heen. Ja, wegwezen. Hup. Tafeltje voor? Ja. Ga nou. Dame hebben. Poste gisteren, dat beviel me niet best. Zo, het is al 17:50. Wat? Shit. Ik kwam je nou, joh. Ik heb Kelly beloofd dat ik Barbara op zou halen van de crèche. En anders staat dat kind daar. Dat het aardige van het geheel is dat je op gemeentelijk niveau heel concreet met een aantal zaken bezig bent. Dat kan zijn van de aanleg van wegen tot en met het cultuurbeleid, onderwijsbeleid. Daar ben je heel nauw bij betrokken. En dat brengt met zich mee dat je van daaruit toch heel veel contacten hebt met groeperingen uit die assen-samenleving of met individuen uit die samenleving. En ja, dat is natuurlijk altijd bijzonder interessant om met mensen te overleggen, mensen te spreken en te weten wat er in die bevolking leeft. Zou ik misschien even kunnen bellen hier? Is dat mogelijk? Ja, natuurlijk. Daar staat een telefoon. Die mag u gebruiken. En als het privé is, hiernaast is ook een telefoon. Dan kunt u ook gebruiken. Nee, dat is niet nodig. Het is een heel snel telefoon. Ga u gaan even de 0 indrukken. Dan kunt u rechtstreeks naar buiten. Ja. Ja, Patrice met Kelly. Even om te checken. Jan die zou Barbara opkomen halen. Is die al geweest? Nee? Daar staat u nu. Daar staat u nu na 50 jaar. Vandaag is dat een feit. En 50 jaar, dat is een hele tijd. Wij vieren hier met z'n allen het feest van pa en moe. De champagne die mag knallen. En we krijgen ijs daartoe. Het is goed om nog eens even stil te blijven staan. Het is goed om nog eens even stil te blijven staan. Stil bij jullie leven met een lach en met een traan. Zo jeugdig staan zij daar, het gouden ouderpaar. Wij wensen u bij deze dat u niets hebt te vrezen. Dat u dit nog lang kan lezen. Ja. En dan lekker in huis. Ja? Mag je juffrouw nog wat doen? Oeps. Tot morgen, zeg maar. Ja. Bedankt hoor. Dat is zacht, hè? Ja. Mag je lekker bij op Theo op schoot. Hoop lekker. Ja. Oké.
gebruiken, maar dat hebben we wel gedaan. Ja. Nou, hoor. Omeer, vreselijk, een ongeluk. Kunt u een ambulance sturen? Fietspad Veenkampen bij de Wouden. Ja. Voor u een aanrijding met fietspad Veenkampen, ter hoogte van de Wouden. Laat me allemaal niet meer doen, Theo. Ik heb het wel gehad voor vandaag. Gaan we lekker naar huis toe, hè? Ja? Gaan we lekker naar mama toe. Ja. Pijnlijk? Valt dit mee? Oh, hier. Ja, rustig. Mijn man zat op de bank en ik kwam eraan lopen, want ik wou mijn pilsje brengen. Ik kwam daar vandaan? Ik kwam daar vandaan en deze mensen passeerden mij. Ja, die ging net om u heen. Ja, dat is u passeerde zo... mij op de fiets en toen kwam er die brommer aan. Die reed keihard, dat weet ik nog. En toen kwam daar een meisje aan, dat meisje wat daar lag. Ja. En toen knalden ze op elkaar. Oh? Nee, mevrouw, Jelle is naar het ziekenhuis. Nee, naar u. Oh, nou gelukkig dan maar. Een ongeplande ontmoeting van drie mensen. Voor Jeannes Wolsman betekende die ontmoeting een dan gebroken heup. Nooit meer fietsen. Ja, dat denk Kelly kreeg een zware hersenschudding en sukkelt nog steeds met chronische hoofdpijnen en rugklachten. Jelle kwam er nog goed vanaf. Hij brak zijn been op twee plaatsen. De schuldvraag is voor ons niet relevant. Het was een samenloop van omstandigheden. Houd altijd rekening met anderen. Je bent nooit alleen in het verkeer. Dus laat me dan even. Nee, laat me nou. Dan mag je het zien. Hè? Zo komt het toch nooit af. Nou, goed, dan ga ik maar weer, ja, meneer de dichter. En neemt u deze sausijse broodjes, dan maakt u mij wat lichter. Maatje, af. Wim, kijk nou uit. We kunnen hier veel beter achter elkaar rijden. Wat zeg je? Ja, laat maar. Ja, we hadden ook wat spullen bij van de Dunker kunnen laten, hè? Dan begin je nou alweer. Laten we dan eerst dit maar wegbrengen. Dan kunnen we later nog zien wat we met de rest doen. We hadden best alles in één keer mee kunnen nemen. Onzin, je slingert nou al. Ik slinger niet. Nee, je slingert niet. Gaan we even aan de kant, jongens. Zo, weten jullie niet hoe hard je hier mag rijden? Oh, 40. 40, 30, dat is bebouwde kom. Dan weet je ook niet dat je niet naast elkaar mag rijden. Nee? Niet met z'n drieën en met z'n tweeën ook niet. Achter elkaar. Zijn die brommetjes niet wat opgevoerd, jongens? Nee hoor. Goed, niet meer naast elkaar en hou je snelheid goed, hè? 30 is het. Oké. Okay. Moet
ik je nog bellen om 5:30, hè? Ja, ja, dat gaat ik wel. Ja? Hey, doe je goed aan mijn baas? Baas? Ja, de burgemeester is tenslotte mijn baas. Oh, ja! Daar gaan we. Het is de loco, hè? Ja. Oh, nou, dat is mijn loco-baas. Is het mijn loco-baas? Dag maar. Doei. Doeg. Ja. Mevrouw Braas van het Assen Nieuwsblad. Ja, dat klopt. Dag meneer Blauwbroek. Kelly Braas. Blauwbroek. Gaat u zitten. Dank u wel. Wat ben jij chagrijnig? Heb je de pest in of zo? Nee. Mijn moeder is naar het ziekenhuis voor onderzoek. Daar hadden ze mij geen gehoor. Bij het ziekenhuis? Nee, thuis natuurlijk. Bel dan naar het ziekenhuis, dan weet je alles meteen. Ach, ik loop me aan te stellen. Jij loopt je op te vreten. Ga jij nou maar bellen? Zo, we zitten weer bijna op voor vandaag. Drie komt hier uit Parabé. Dat dacht je maar. Autokraker gesignaleerd op de brink. Ik was een beetje ongedurig, dus ik heb maar een taxi gebeld. Bovendien weet je nooit hoe lang ze je daar houden. Grapje. Het kan dus best zijn dat ik zo weer terug ben. In elk geval maak je me niet ongerust. En als je terugkomt van je baantje, dan drinken we gewoon weer gezellig thee en is er niets meer aan de hand. Het is alleen maar een extra controle. Dokter Pas wil 500% zekerheid. Nou, en die kan die krijgen. Ik ben absoluut niet van plan om die ellende nog een keer door te maken. Daar is de taxi. Tot vanmiddag. Kusjes, mama. Dus als Maatje niet gekomen was, was ik de andere kant op gelopen. Schiet het een beetje op? Nou, ik heb een begin. Oh, laat eens horen. Hey, alsjeblieft, Cor. Laat me nou eerst even afmaken. Daarna mag je het zien. Je komt ook weer net op het moment dat het nou net even lekker ging. Laat eens kijken. Nee. Eerst maak ik het af en dan mag je het zien. Goed? Volgens mij heb jij nog geen letter op papier, vader. Toch. Je had het ook nooit moeten beloven. Onzin, het gaat heel goed. Echt waar. En bovendien, het gebeurt niet elke dag dat je ouders 50 jaar getrouwd zijn. 50. Ja, maar het gebeurt wel morgen. Precies. Dus laat me dan even. Nee, laat me nou. Dan mag je het zien. Ja? Zo komt het toch nooit af. Nou, goed, dan ga ik maar weer, ja, meneer precies. De dichter. En neemt u deze sausijse broodjes, dan maakt u mij wat lichter. Maatje, af. Wim, kijk nou uit. We kunnen hier veel beter achter elkaar rijden. Wat zeg je? Ja, laat maar. Ja, we hadden ook wat spullen bij van de Dunker kunnen laten, hè? We gingen nou alweer. Laten we eerst dit maar wegbrengen. Dan kunnen we later nog zien wat we met de rest doen. We hadden best alles in één keer mee kunnen nemen. Onzin, je slingert nou al. Ik slinger niet. Nee, je slingert niet. Gaan we even aan de kant, jongens. Weet jullie niet hoe hard je hier mag rijden? 40. 30, dit is bebouwde kom. Oh. Weet je ook niet dat je niet naast elkaar mag rijden? Nee. Niet met z'n drieën en met z'n tweeën ook niet. Achter elkaar. Zijn die brommetjes niet wat opgevoerd, jongens? Nee hoor. Ik maak een instructiefilmpje voor de collega's op het politiebureau. Ook in het verkeer is het belangrijk dat we rekening met elkaar houden. Oudere mensen in het verkeer reageren gewoon wat minder snel dan jongeren. Ze hebben vaak wat meer tijd nodig om de verkeerssituatie in zich op te nemen.
geeft ze de tijd. Hij was nog geen eens oranje, dan staat er zo ineens stil. Ja, nou, dat heb ik ervan. Ja. U hebt dus niet voldoende afstand gehouden, zodat u... Ja, natuurlijk. Ik had afstand gezet. Hij kon nog een tientje over. Hey. Dat is geen gewonden. Die vrouw is ook goed. Ik kan er niet over oordelen. Als u zegt dat het groen was, dat het groen. Maar die meneer zegt waarschijnlijk dat het oranje was. En als het oranje is en hij stopt, dan moet er gewoon tijd op de stilstand komen. Ja, nou, misschien was het net oranje, maar... Hij had er nog makkelijk over gekend. Makkelijk. Ja, maar hij is voorzichtig en hij neemt de beslissing op. Ja, dat krijg je op die leeftijd. Die mensen die kunnen dat niet meer niet. Dat is toch... Nou, ik denk dat een beetje verbaasd is. U bent gewoon een beetje boos en dat kan ik me wel voorstellen. Maar u had gewoon tijdig moeten stoppen, denk ik. Die man die had nog makkelijk over die kruising heen gekend. Al wel 10 keer. Blijf er maar zo staan. Zullen wij even in de auto zitten, gegevens even uitwisselen en dan maken wij procesverbaal op. En dan kan justitie uitmaken wie er in dit geval fout geweest was. Ja. Zullen we dat maar doen? Ja, gelijk. Oké. Okay. Neem mijn rijbewijs maar even mee. Ja, dank u wel. Loopt u maar even met mij mee. Oké. Okay. Hier in Assen wordt veel gefietst. En laten we eerlijk zijn, fietsen wordt ook steeds leuker. Niet alleen omdat de fietsen mooier worden. Het is goed voor jezelf en het is goed voor het milieu. Maar fietsen kan ook riskant zijn. Want het is zo, op zo'n apparaat ben je wel een stuk kwetsbaarder in het verkeer. Hier op dit fietspad vond een ongeluk plaats dat ernstige gevolgen had voor 3 personen. Wij reconstrueren dat ongeval. Kom maar. Geacht en geliefd ouderpaar. Daar staat u nu. Daar staat u nu na 50 jaar. Vandaag is dat een feit. En 50 jaar, dat is een hele tijd. Wij vieren hier met z'n allen het feest van pa en moe. De champagne die mag knallen. En we krijgen ijs daartoe. Het is goed om nog eens even stil te blijven staan. Het is goed om nog eens even stil te blijven staan. Stil bij jullie leven met een lach en met een traan. Zo jeugdig staan zij daar, het gouden ouderpaar. Wij wensen u bij deze... Dat u niets hebt te vrezen. Dat u dit nog lang kan lezen. Ja. Hoi, hey, ga dan lekker naar huis. Ja? Mag je hiervan nog wat doen? Oeps. Tot morgen, zeg maar. Bedankt hoor. Dat is hetzelfde, ja. Mag je lekker bij Theo op schoot. Ook lekker. Oké. Blijf ik gewoon dat net hebben we het wel gedaan. Ja. Nou, ja, ja. 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 Ja
gaat u. Een ongeluk. Kunt u een ambulance sturen? Fietspad Veenkampen bij de Wouden. Ja, ja. Nou, het is zo blijft het voor een tijd. Dat hebben we wel gedaan. Ja. Nou, hoor. Kunt u een ambulance sturen? Fietspad Veenkampen bij de Wouden. Ja, ja. Ik heb voor u een aanrijding met Fietspad Veenkampen. Ter hoogte van de Wouden. Laat mijn hond niet meer doen, Theo. Ik heb het wel gehad voor vandaag. Gaan we lekker naar huis toe, hè? Ja? Gaan we lekker naar mama toe. Ja. Pijnlijk? Ah. Valt dit mee? Mijn man zat op de bank en ik kwam eraan lopen, want ik wou mijn pilsje brengen. Ik kwam daar vandaan? Ik kwam daar vandaan en deze mensen passeerden mij. Ja, je ging net om u heen. Ja, u passeerde mij op de fiets en toen kwam er die brommer aan. Die reed keihard, dat weet ik nog. En toen kwam daar een meisje aan, dat meisje wat daar lag. Ja. En toen knalden ze op elkaar. Oh? Nee, mevrouw, jij is naar het ziekenhuis. Nee, naar u. Oh, nou gelukkig dan maar. Een ongeplande ontmoeting van drie mensen. Voor Jeanne Zwolsman betekende die ontmoeting een dan gebroken heup. Nooit meer fietsen. Ja, dat denk Kelly kreeg een zware hersenschudding en sukkelt nog steeds met chronische hoofdpijnen en rugklachten. Jelle kwam er nog goed vanaf. Hij brak zijn been op twee plaatsen. De schuldvraag is voor ons niet relevant. Het was een samenloop van omstandigheden. Houd altijd rekening met anderen. Je bent nooit alleen in het verkeer. Kom maar. Brave hond. Hey, ben jij op de Wouden geweest, nummer 73? Nee meneer, dat moet ik nog doen. Ah, mooi. Dan kun je mij die van 73 geven. Dat scheelt je weer. Nou, als je het niet erg vindt, liever niet. Ik moet hem gewoon in de bus doen op 73. Jawel, maar dat is mijn bus, 73. Dus... Ja, dat zegt u. Maar ik krijg om mijn lazer als ik er geen krant in doe. Ja. Hey, heb je geen krant over? Losse nummers kosten een gulden. Nou, krijg jij van mij een gulden. Shit. Maatje, alleen de baas heeft een piek.
Je hebt zeker zijn zakgeld nog niet gehad. Als niet. Oké. Hé, die piek die hou je te goed, hè? Ja. Ja. Hoi. Hoi. Stuk van me. Hoi. Goedemorgen. Morgen. Is er nog iets bijzonders vandaag? Ik weet niet, even kijken. Nee, niet de krant, Oen. Heb jij nog iets bijzonders? Ik hè? Leuk. Neem nog maar een napje. Papa moet zo weg. Of was je het vergeten? Vergeten? Oh nee, nee, ik zou Barbara toch wegbrengen. Jij kan ook absoluut niet liegen, hè? Als ik niks gezegd had, was je het wel vergeten. Onzin. Ik wist het heel goed. Ik ga jou wegbrengen, hè? Op de fiets. Hè?